zijn bij de privékliniek Global Care Clinic in Heusden-Zolder. Plastisch chirurg Mark Nelissen leidt ons met passie voor het vak rond. Waarom moeten we zo nodig laten prutsen aan ons lichaam? Ja, het woord prutsen hoor ik al enerzijds niet graag. Ik denk dat het niet echt zo nieuw is, maar dat het tegenwoordig meer en meer bespreekbaar is geworden. Mensen zijn meer zelfstandiger geworden en ze willen er gewoon goed uitzien en zich goed voelen. We zullen eventjes gaan kijken in het operatiekwartier. Botox is en blijft nog altijd nummer 1. Iemand die bijvoorbeeld geen borstontwikkeling heeft en je kan daar een mooie cupmaat bij creëren zonder opvallend te zijn. Als die patiënten bij de controle binnenkomen, die stralen gewoon helemaal en die voelen zich happy en die gaan zich ook beter in het vel voelen. De echte extreme wensen zien wij toch nog niet zo vaak. Extreme wensen, waar denkt u dan aan? Extreme wensen, zoals je vaak meer op bepaalde programma's ziet uit de Verenigde Staten, waarbij mensen op iemand helemaal anders willen lijken. Een van de meest extreme daarvan is Catwoman. Dat is een vrouw die zich heeft laten omvormen tot een cat-look-alike. Dat is iets dat we hier toch niet krijgen, dat we ook nooit zouden doen. Hier komen we binnen in onze operatiekamer. Die voldoet aan de huidige strenge normen die ook gelden voor zelfs open hartoperaties. Is het grote risico niet dat grenzen verlegd worden? Ik denk dan aan penisvergrotingen. Moet dat zo nodig allemaal? Ik denk zoiets als een penisvergroting, als dat uitgevoerd wordt, wordt dat best in een groot centrum die ook psychologische ondersteuning hebben uitgevoerd. U zelf doet het niet? Ik zelf doe het niet. Hier worden de patiënten dan geopereerd in een heel aangename sfeer. Zijn er ook charlatans in de sector? Ik denk dat die er altijd een beetje geweest zijn. Dus je hebt ook bepaalde websites op internet die bepaalde acties en zo van alles aanbieden. Ik denk dat je daar heel duidelijk in moet zijn en de patiënten duidelijk informeren en behandelingen voorstellen aan een redelijke prijs die ze ook op voorhand meer krijgen. Wat kost dat? Een borstvergroting is vanaf 2600 tot 3000 euro voor een standaard borstvergroting. Een facelift, wat kost dat? Een facelift, als het een mini facelift bijvoorbeeld is onder plaatselijke verdoving, kan het al vanaf 2500 euro. Body language. En vaak zien we dat mensen bijvoorbeeld de zomerperiode kiezen, ofwel ga ik een week met vakantie, ofwel houd ik dit geld apart voor een operatie zoals een borstvergroting. Of een liposuctie of een neuscorrectie. Waar gaat het eindigen? Ja, dat is een heel goede vraag ook. Ik denk dat zolang de mensen redelijke wensen hebben en zich laten informeren door iemand die daarvoor gekwalificeerd is, kan er in principe denk ik weinig misgaan. Je moet soms de patiënten ook halt toeroepen.